12 uur in de auto gestapt. Ah. Even kijken. Oh, pardon, ik ben alweer snel weer begonnen. Ik raak zo ontzettend opgetogen over al die mensen uit de kunstsector die ik weer eens aan een tafel mag treffen. Ja, welkom. Zo ook een beetje jeugdsentiment voor ons dit. Ja, ja. Voor mij eigenlijk ook. Ja. Leuk toch? Servé Hermans, met baard. Ja. Oh ja, oh, jullie hebben allebei een baard. Ja. Ja. Michel is al voor de corona begonnen met sparen. En je laat hem groeien totdat het virus dood is. Ja, ja. Oké, okay, heel goed. Jij bent Michel Huismans. Sluismans, ja. Sluismans. Ja. En jullie zijn de directie van Toneelgroep Maastricht. Ja, dat klopt. Welke productie waren jullie nu net mee bezig toen werd gezegd lockdown? Nou, we waren eigenlijk met 6 verschillende producties bezig. Ja, voor ons was het echt het allerdrukste najaar wat we ooit hadden gemaakt. Hoe kwam dat? Dat kwam zo uit. We hebben altijd zo, je hebt een beetje golfbewegingen, soms echt een piekmoment. En we hadden net een première gehad van The Great Gatsby. We hadden een productie met Wim O'Broek en Wilfried de Jong, die klaar stond om in première te gaan. We hadden een klassevoorstelling. We gingen een familievoorstelling maken, De Geheime Tuin. Die zou vandaag bijvoorbeeld spelen in Roermond. Heb ik nog even nagekeken. En dat viel allemaal in het water. Dus wij waren in no time 6 verschillende programma's en 140 speelavonden die al van april tot juni wegvielen. Dus dat was gigantisch. Weet je nog wat er door je heen ging toen je dat hoorde? Ja, nou toen ik het hoorde. Wat deden jullie? Wij organiseerden Koningsdag. Dat hadden wij geprogrammeerd. De koning en de koningin in Maastricht. En daar zaten we in een vergadering. En toen kreeg ik een sms'je uit. Ik geloof dat ze in Terneuzen zaten met The Great Gatsby. Van wij komen met de bus terug. Ik zeg, wat is er dan aan de hand? Ja, we mogen niet voor meer dan 100 mensen spelen. Dus we gaan niet spelen vandaag. Het was 15 maart, denk ik. En wisten jullie meteen, de hele boel gaat plat? Nee, we dachten in eerste instantie nog, we kunnen wel in april weer opstarten. Dus je denkt, het is een korte periode. En dan loop je wat mis en dan schuif je wat door en dan valt het allemaal wel mee. Maar die deadline die verschoof natuurlijk steeds verder naar achter. En dan dringt het besef tot je door dat het langer gaat duren en grotere consequenties heeft dan je in eerste instantie dacht. En wat zijn de consequenties voor jullie? Nou, we hebben een grote inkomstenderving gehad van meer dan 7 ton. Dus er zijn heel veel inkomsten misgelopen, waardoor je met je begroting in de knel komt. Maar dat gaat over geld. Maar misschien is nog het allerergste dat heel veel mensen, ZZP'ers, technici, niet kunnen spelen, niet kunnen werken. En ook het komende najaar zie je toch de trend dat de grote producties niet in de schouwburgen worden geprogrammeerd, want het risico is te groot. Dus het heeft ook, ondanks dat de theaters nu langzaam opengaan, heeft het hele komend seizoen voor heel veel mensen heel veel grote consequenties. Op menselijk niveau. Ja. Dat is heel erg. Hoe gaan jullie daarmee om? Want dat zijn natuurlijk, al zijn ze niet in vaste dienst bij jullie bedrijf, het zijn naaste collega's. Ja, we hebben eigenlijk meteen gezegd, want wij zijn een gesubsidieerd biesgezelschap. Dus we hebben ook daarna wat geld gekregen van de minister om de ergste klappen op te vangen. Dus we hebben alle ZZP'ers, hebben we zoveel mogelijk en zo goed mogelijk alle contracten proberen na te leven. Gewoon omdat we dat leken te kunnen. En we proberen eigenlijk, en ook omdat je met die mensen allemaal engagementen aangaat en ook in de toekomst weer wil gaan werken. Ja. Dus we hebben wel iedereen gewoon geprobeerd om zo goed mogelijk en zo kwaad als het ging. En ja, om die contracten in ieder geval na te leven. En we hebben dus iedereen ook betaald. Maar ze hadden er allemaal liever voor gewerkt. Ja, en dat kan natuurlijk ook niet zo doorgaan. Nee. Jullie vet raakt ook van de botten weg. Jazeker, dus we hebben ook de mensen die onder contract stonden, die hebben we heel netjes, dat hebben we zo goed mogelijk afgerond. Maar we hebben grote productie komend najaar moeten terugtrekken. Ja, die productie die is niet, we kunnen dat ook niet doen. We mogen dat ook niet voor onze raad van toezicht, want dan zouden we failliet gaan. Dus die mensen, die vissen echt achter het net. Ja. En die zien 5 maanden werk door hun neus geboord worden. En dat is heel pijnlijk, dat is heel verdrietig.
En de schrik om de sector is best wel groot. Je voelt gewoon dat er zoveel theaters... Hè, straks kunnen we weer spelen in Roosendaal. Maar dat gaat dan ook niet als er in Roosendaal straks geen theater meer is. Nee. Of we hebben een verkoopbureau, Sens Theaterpartners, dat heel erg wel afhankelijk is. Het is gewoon een commerciële partij. En dat is, zij zijn een fantastische verkoopbureau. Dus die hele keten die raakt ontwricht. En dat is, ik vind het best wel een spannende tijd. En ik hoop echt dat we er doorheen komen. Nou, daar hebben we politici voor, hè? Om over ons te waken. Ja. Ook over de cultuursector. Hebben jullie het gevoel dat ze dat doen? Met hart en ziel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we onze minister geen gebrek aan betrokkenheid bij de sector kunnen verwijten. Ik denk ook dat het steunpakket wat ze heeft vrijgemaakt een eerste stap is. Dat nog een aantal stappen nodig heeft daarna. Om niet alleen de vitale instellingen, maar ook de kwetsbare theaters in de gemeentes die geen geld hebben om het overeind te kunnen houden. Ja. Om de vrije producenten, ja. Om de ZZP'ers, de jonge mensen ook te steunen. Dus het is een mooie eerste stap. Maar ik weet niet hoe groot het draagvlak is van de minister in haar kabinet. En ik dat zie ik met leden ogen tegemoet dat er straks verkiezingen komen in maart. En dat deze crisis wordt aangegrepen om electoraal munt te slaan uit deze ramp. En dat het land dan nog een stukje verder naar rechts opschuift dan het nu al zit. En dan wordt het nog veel moeilijker voor ons en die hele sector om het hoofd boven water te houden. Ja, kijk, daar is deze actie natuurlijk ook voor bedoeld. Maar ik denk ook dat je hebt natuurlijk een landschap wat er heel mooi in elkaar zit. Het is een heel fijnmazig landschap met vrije producenten en gesubsidieerde kunst. En ik vind het wel, dit is ook een heel goed moment om eens uit te leggen, ook aan politici, of om eens te laten zien hoe dat landschap überhaupt in elkaar zit. Ja. En als ze dat begrijpen, zullen ze het ook vast wel meer omarmen. Ik ben zelf nogal een driftig type. Is zo'n actie als dit, die zo mooi is, zo mooi opgezet, een week lang marathon, is dat genoeg voor de stemming in Den Haag? Nou, als de sector solidair is aan elkaar en als dat één mond is die gaat spreken... Heb je het gevoel dat dat zo is? Ik heb het gevoel dat de sector bij vlagen best wel met verschillende monden praat. Ja. En daarom vind ik het ook heel goed dat wij als biesgezelschap hier ook zitten. En ik sta er volledig achter dat de hoekstenen van de culturele landschap of dingen die niet kunnen overleven als er geen subsidie al bij de ingang bijgaat, dat bestaat. Maar ik vind ook dat die hele gesubsidieerde kant zich moet realiseren dat ze in een veel grotere keten staan. Ja. En dat als er straks geen theaters meer zijn in Roosendaal... Zonder hun zijn jullie er ook. Ja, precies. Dus je eet allemaal van elkaar. En als ik denk als dat duidelijk wordt, dan... Als dat maar duidelijk wordt. Zeg, namens hoeveel mensen spreken jullie eigenlijk? Jullie zitten hier nu. Nou, wij willen graag spreken namens al die mensen die voor ons werken. Zowel vast als op freelance basis. Dus ook al die mensen die niet hebben kunnen werken de afgelopen periode. En we hebben zo'n beetje grof geteld in de auto. En dat zijn er 100. 100 mensen? Ja. Willen jullie dan allebei voor 50 mensen gaan tekenen? Zeker. Zet allebei je handtekening. Ik wens jullie alle goeds. Ja, jij ook. En ik hoop... Hoe lang moet je nog? Hè? Hoe lang moet je nog? Nou, ik ben nu... nee hoor. ik zou het liefst hier gewoon dag en nacht willen blijven zitten. Ja, ik vind het zo ontzettend leuk. Misschien dus... moet je gewoon doorgaan totdat het geld van de minister binnen is. Dat is een deal. Oké. Oké. Dankjewel. Ga tekenen. Voor 100 mensen. 50 de man. En goede reis terug.